Stond vanochtend helemaal vast in de stad qua verkeer. Heeft u daar last van gehad? Nee, wij niet. Ik ben met openbaar vervoer verder en helemaal geen last van gehad. Dus, Nee, maar ik ben eigenlijk gewoon met de bus gekomen. En de bus hadden geen vertraging? Nee. Op zich niet, want ik woon hier achter bij Delfshaven, dus het was wel heel snel. Met openbaar vervoer? U heeft geen last gehad van de vertraging? Nee, helemaal niet. Ja, wij komen uit Katwijk. Dus daar hebben we vanochtend 2 uur erover gedaan. U heeft 2 uur over gedaan? Ja. En hoeveel vertraging heeft u dan? Hoeveel vertraging hadden wij? 1 uur. Hoe ga je normaal gesproken om met vertragingen? Wat doe je dan? Heb je een bepaalde sluiproute? Gewoon wachten. Dat is het beste. En niet stressen. Muziek luisteren. Hoe ik daarmee omga, daar word ik echt scheidsgerijm van. Ja. Ik wacht gewoon tot de volgende trein komt. En als het gewoon te druk is, als ik hoor dat het te druk is, ja, dan ga ik niet. Hoe ik omga met vertraging? Ik ga vroeg weg. Ja. Ik ga op tijd weg, dus ik rij om kwart over, als ik met de auto ga, rij ik om 5:15 weg van huis. Ben je vaak te laat? Ja. Ja? Ja. Ja, ik kom gewoon te laat toch? Ja. Ja. Ja? Best wel vaak. Eigenlijk elke dag? Bijna wel, alleen vanochtend niet. Ik ga nu pas aan het werk, heerlijk. Ja, lekker laat. Sierpaarden, hè? Dat is eigenlijk uw tip voor andere Rotterdammers. Ja. Ga op tijd weg. Ja, ga op tijd weg. Ja. Thuis werken. Als kan. Dus ik kijk altijd op mijn telefoon van tevoren. Bus, tram, metro, je kan alle kanten. Ja, precies. En altijd uitvalswegen of met de trein.